GasUnie transporteert al meer dan 50 jaar gas door Nederland. Hiervoor gebruiken we een uitgebreid netwerk van gasleidingen, stations en installaties. Dit netwerk wordt goed onderhouden. Toch wordt het tijd voor renovatie, omdat sommige onderdelen het einde naderen van hun technische levensduur. Een enorme operatie die 15 tot 20 jaar gaat duren. De werkzaamheden vinden in het hele land plaats. Tijdens de renovatie gaat het gastransport gewoon door. Hiervoor treffen we tijdelijke voorzieningen, waardoor onze afnemers nooit zonder gas komen te zitten. Een belangrijk onderdeel van de renovatie van ons netwerk betreft de zogenaamde afsluiterschema's. Dit zijn groepjes afsluiters die ondergronds liggen. Op een schema kunnen we de gasstroom onderbreken of verbindingen leggen tussen verschillende gasleidingen. Een afsluiterschema op locatie vervangen duurt maximaal een week. Maar voordat het zover is, hebben we eerst toestemming nodig van diverse vergunningverleners, zoals overheden, Rijkswaterstaat en ProRail, en van particuliere grondeigenaren. De werkzaamheden in het veld kunnen beginnen als alle vergunningen binnen zijn. Eerst volgt er een uitgebreid grondwater- en bodemonderzoek. En graven we, voor we aan het werk gaan, zogenaamde proefsleuven. Dat doen we om de precieze ligging van onze gasleiding en die van andere kabels en leidingen in de buurt van het afsluiterschema vast te stellen. Nu kan het oude schema veilig uitgegraven worden. De afdeling Speciale Opdrachten van GasUnie legt rond het oude afsluiterschema een noodleiding aan. Hierdoor blijft het gastransport naar onze afnemers in stand. Engineers van GasUnie hebben ondertussen het ontwerp voor het nieuwe afsluiterschema gemaakt. Het oude schema wordt verwijderd, zoals hier in de buurt van Lippenhuizen in Friesland. Als dat is gebeurd, hijsen we het nieuwe afsluiterschema in zijn geheel op zijn plaats. Ondanks de goede voorbereidingen blijft het elke keer weer spannend of alles wel past. Gelukkig, ook deze keer is dat weer dik in orde. Dan start het laswerk. Elke las wordt gecontroleerd met een röntgenapparaat, zodat we zeker weten dat de lassen goed zijn. Het verwijderen van het oude schema en vervolgens het plaatsen van het nieuwe schema gebeurt in één dag tijd. Daarvoor is een strakke planning noodzakelijk die vooraf met alle betrokkenen tot in detail is afgestemd. Tijdens de werkzaamheden moet al het verkeer gewoon door kunnen gaan. Hier ligt een tijdelijke leiding hoog over het water. Aan weerszijden beschermd door signaleringsleidingen, duidelijk zichtbaar voor de pleziervaart. Leidingen inspecteren we van binnenuit met een zogenaamde pig, een apparaat vol elektronica. De pig kan vastlopen in te krappe bochten. Leidingdelen in de buurt van de afsluiter die mogelijk een obstakel vormen voor de pig, passen we daarom aan. Het nieuwe afsluiterschema wordt beschermd tegen roestvorming door middel van kathodische bescherming. Op de leiding wordt een klein beetje stroom gezet, waardoor het roestproces niet plaatsvindt. Hiervoor worden kabels op de nieuwe leiding gelast die samenkomen in de bekende gele paaltjes die overal in het land staan. In de paaltjes kunnen we later meten of de kathodische bescherming goed werkt. Eventuele defecten in de coating sporen we zo ook op. Als alles werkt, verdwijnt het nieuwe afsluiterschema onder de grond. En stroomt ook in de komende decennia het aardgas veilig door dit nieuwe afsluiterschema en alle andere schema's die we nog gaan vervangen.